Go! It's very exciting to see we have these hurdle stars in the making. It's very exciting. The only thing that I would suggest is when you're going into the hurdle is to keep your body lean forward a bit more, because you're coming off the hurdle and standing like up instead of continuing like this and running through to the next hurdle. Yeah. C'était bien sympathique. Il nous a donné 2-3 bons conseils que je retiendrai, c'est sûr. Het is een heel lieve, sympathieke vrouw en ze praat heel graag, heb ik de indruk. Ze geeft veel uitleg en zo. Ja, het is een lieve. I didn't really have to teach them too much. They were quite good hurdlers. It was just more of just refining their skills and helping them along their way to be athletic superstars. Mm-hmm. I'm proud that I can sort of pass on my knowledge to the next generation. Het belangrijkste dat ik vandaag heb bijgeleerd is dat ik mijn techniek over de horde veel compacter moet houden. Dat ik mijn armen veel beter bij mij moet houden en niet te veel moet openzwaaien. Ga je vrijdag kijken? Ik moet vrijdag in het voorprogramma de 400 meter lopen. En daarna ga ik zeker blijven kijken. Vandaag gewoon een beetje hoog springen geven. Maar nog meer dan dat denk ik dat vooral is om de jongeren te inspireren. En hopelijk dat ze daardoor een extra boost krijgen om verder te gaan. C'était vraiment bien, j'ai appris beaucoup de choses et maintenant je sais, grâce à ces remarques, je pourrais sauter plus haut. Oui, il a vraiment bien fait. Maintenant, quand je vais venir seul en entraînement, il va faire tout ce qu'il m'a appris et ça va vraiment m'aider. Je ziet aan hun ogen en hun reacties dat ze kijken blijkbaar toch wel een beetje naar je op. Dus daar moet ik handig van gebruik maken. Dat ze, als ik dan iets zeg, dan luisteren ze meestal ook. Dus. Het was heel leuk en hij geeft zo goede tips waar we, daar zijn we echt wel iets mee. Ja, een fijne ervaring waar je echt veel kunt uithalen, dus het was echt plezant.